Wil jij weer super simpele tips die jou helpen jouw YouTube-kanaal te laten groeien? Die komen er nu aan. Ik ben Michel van Check It Media en wat wij hier doen op Check It Media is jou helpen met het groeien van jouw eigen YouTube-kanaal door de best mogelijke tips die wij jou kunnen geven. Is dit jouw eerste keer op het kanaal? Word nu abonneer en klik op die bel om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. Tip nummer 1. Breng content uit. Breng gewoon content uit wanneer jij kunt. Heel veel kleine YouTubers hebben naast een YouTube-kanaal ook nog werk. Net zoals deze jongen, gewoon werk. Maar dus ik verdien helemaal niks nog aan YouTube. Dus breng gewoon content uit wanneer jij dat kunt en wanneer jij dat wilt. Ik maak gewoon video's, gewoon tussen mijn werkzaamheden door. En ik doe dit omdat ik het leuk vind. Dus ook al kijkt er nog helemaal niemand naar, blijf gewoon content uitbrengen. Op een gegeven moment zullen ze jou vinden en jouw video's vinden en zullen ze gaan abonneren op jouw kanaal. Het is bekend dat YouTube, dat het heel erg lang kan duren voordat jij gevonden wordt. Maar zolang jij het leuk vindt, zeg ik, breng gewoon content uit en weet waar je het over hebt. En op een gegeven moment zullen de mensen jou en jouw kanaal gaan vinden. Tip nummer 2. Wees persoonlijk in je video's. Het klinkt raar, maar als je met u begint, of je hebt het over u, niemand interesseert dat. Ik heb het tegen jou, tegen de kijker, tegen een abonnee. Dus wees gewoon persoonlijk in je video's. Net als ik, ben ook gewoon persoonlijk, ben gewoon mezelf. Is heel moeilijk. Op een on-camera personality, dat weet ik, is voor iedereen moeilijk. Maar doe het gewoon en wees gewoon persoonlijk. En dan zul je zien dat mensen op een gegeven moment jouw video's beter gaan vinden, leuk gaan vinden, ze gaan het rondvertellen. Dus dat betekent meer views, meer abonnees op jouw kanaal. Tip nummer 3. Maak een vertaling. YouTube geeft je de optie om een vertaling te maken onder je video's, maar ook om een ondertiteling er neer te zetten. Doe dit gewoon. Gebruik alle mogelijkheden die YouTube jou geeft. Dus ik maak ook altijd een Engelse vertaling onder mijn video's, aan de onderkant. En ik maak ook altijd een ondertiteling. Ik heb wel eens contact met YouTubers, ook grote YouTubers, die alleen maar Engels praten. En dan zeggen ze van, ja, maar ik word geen abonnee op jouw kanaal, want ik spreek geen Nederlands. Dan zeg ik altijd, kijk naar mijn ondertiteling. Die heb ik er altijd staan, zodat ook hun dat kunnen volgen. En volgens mij heb ik zelfs 1 of 2 grotere YouTubers die zijn abonnee op mijn kanaal. Dus maak ondertitelingen, maak een vertaling. Je zult zien, wat gewaardeerd en ook dit wordt gerankt in YouTube. Tip nummer 4. Antwoord en commentaar. Je zult zien, als je al een tijd bezig bent, krijg je steeds meer commentaar op je video's. Soms slecht, ga daar goed mee om. Ga niet zitten schelden op onder je video's. Heeft niemand wat aan, jij niet, de abonneer niet, de kijker niet, ja, jij niet. Dus geef gewoon netjes antwoord, geef commentaar. Geef ook commentaar op een andere video. Probeer altijd opbeurende commentaar te geven, zodat iedereen daar wat aan heeft. Degene die de video's maakt, maar ook jij. Je zult zien, iedereen waardeert dit. En iedereen zal het ook verder gaan vertellen, maar iedereen geeft dus ook antwoord op jouw video's. Dus commentaar, antwoord, zeer belangrijk. Ga dit doen. Blijf positief. Wat er niet goed is, mag je natuurlijk ook zeggen. Geen probleem, mag je ook bij mij. Ik geef je daar ook antwoord op. Dat hoort gewoon zo. Dus niemand is perfect. Ik niet, jij niet. Dus geef gewoon commentaar op video. Wil je commentaar geven? Dat kan hier beneden. Ik geef altijd antwoord terug. Wil jij nog meer van dit soort tips zien? Klik dan op het i'tje hierboven. Ik zeg doe je voordeel mee. En wij zien elkaar de volgende keer.